is mama vandaag? Mama aan het poederen is. Luxie. Luxie, ik pak je even. Oké. Echt waar? Wow. Machine. Telefoon afgepakt. Gaan we spelletjes spelen? Ja, met mama. Ballon opgeblazen. Heel mooi. Wat gaan jullie maken? Boodschappen aan huis. Die gaan... Een hele goede morgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers. En het is vandaag vrijdagochtend. We leven nog steeds in de coronacrisis, dus de kinderen kunnen vandaag helaas niet naar school. Maar ik heb weer iets heel leuks bedacht om vandaag te doen in deze vlog. Dat heb ik vanochtend al verteld aan de kinderen. Ik vroeg Lucilla, wat vind jij ervan om vandaag de hele dag mama te zijn? Nou, dan sprong ze natuurlijk weer 100.000 sprongetjes de lucht in, want dat leek haar een hartstikke goed idee. En ze is vanochtend al vroeg begonnen, ook al hadden we de vlog nog niet geopend. Ze wilde meteen mama zijn. Wat is er kind, zegt ze. Dus ze is zichzelf eerst even aan het aankleden. En ondertussen heeft ze ook de kleren voor Luan uitgezocht. Want ze zegt, ja, dat doet mama ook altijd. En Luan wil altijd dat ik zijn kleren uitzoek. Dus jij vond het wel een goed idee om vandaag de hele dag mama te zijn? Ja. Ja? En wat vind jij zo leuk aan dan om mama te zijn? Nou, dan mag ik make-up en mezelf weten wat ik aan wil doen. Ja. En dan... Mag ik Luxie troosten, de kinderen op als ze ruzie hebben op de slaapkamer zitten? Ja, nou, ik ben heel benieuwd hoe je dat vandaag gaat afbrengen als mama. Kun je alvast een beetje oefenen voor als je later zelf ook misschien wel een mama wordt. En goedemorgen Luxie. Luxie is ook al aangekleed en die is lekker met poppen aan het spelen. Weet je met poppen aan het spelen, schatje? Ja, wat zoek je? Wat zoek je, schatje? Pop de kleertjes. Ja. Even kijken, volgens mij moet dat hier ergens tussen liggen. Kijk eens. Ja. Tussen deze rotzooi moeten er wel ergens poppenkleertjes liggen. Maar waar, dat is altijd een beetje de vraag. Jij moet het weer opruimen, kind. Moet ik het om? Ja, ik moet het weer opruimen, ja. Maar normaal gesproken doen mama's dat ook heel vaak, hè? Maar kijk. Ja? Wat ik ook net voor jou moest doen. Nou? Als jij je rommel maakt, moet je het zelf weer opruimen. Ja, dat klopt, dat zeg ik wel altijd. Oké, mooi hoor. Nou, dank je. Ik ga me aankleden. Ja, dat is jouw pop. En ze wil de hakschoentjes aan. Ja, want we hebben twee gevonden. Ja, die waren we kwijt. En we weer gevonden. Mama! Ja, dat is mama vandaag. Ja, dat snapt Luxie misschien. Vandaag is Lucilla mama, Luxie. Ja. Zeg maar mama tegen Lucilla. Kan ze het goed? Ja? Kan Lucilla het goed? Kan bijna. Ja? Als Luxie ook stout doet... Ja, dat is goed. Nou, Luxie heeft de hakjes aan. Oh, gaat dat goed? Gaat dat goed? Gaat dat goed? Ja! Luxie. Luxie heeft ook hakjes aan. Mooi, Luxie. Goed zo. Draai eens een rondje. Gaat het? Oh, ja. Dat was een beetje glad, hè? Ja. Was een beetje... Oh, dat is de haarband. Ja. Ah. Ja. Wel heel schattig. Ja, en Luxie trekt altijd alle poppenkleertjes uit. En dan komt ze naar mama toe. En dan moet mama de kleertjes weer aandoen. Ja. Ja. Ja, dat doe je altijd, hè. Maar nou moet Lucilla even de kleertjes aandoen. Het is nog best wel een klusje iedere keer alle poppenkleertjes aan doen, Sil. En weet je wat het leuke is? Als je de poppenkleertjes aan hebt, wat gaat Luxie dan weer doen? Uitdoen. Ja, ze dan weer uitdoen. Ze is helemaal blij met die hakjes. Mama. Ja, mama. Nou, Lucilla heeft ook de haren gekamd. Hartstikke goed. En nu, wat gaan we nu doen, mama? Make-uppen. Make-uppen? Ja. Nou, Lucilla wil even een poedertje opdoen. Maar wat gebeurt er altijd als mama aan het poederen is? Luxie zit in de meifase.
Luxie zit in de meifase. Ik dacht net hier. Ja, oké. Okay. Luxie ook. Oké. Okay. En dan nog een wangetje op. Mooi hoor, mama. Mooi, liefie. Dan lijk je echt wel op een mama met rode lipjes. Heel mooi. Hele rode lipjes. Ja, dan wil Luxie natuurlijk ook, hè. Mooi. Oh, Luxie, mooi. Kijk maar in de spiegel. Kijk maar in de spiegel. Mooi dag. Nou, ik vind het geweldig mooi, meisjes. Nog een stapje. Schrik. Nog een stapje. En nog een. Hey, goedemorgen mama en Luxie. Luxie, ik pak je broodje. Wat eet Luxie altijd op de boterham? Appelstroop. Appelstroop. Ze is gek op appelstroop. Ja, heel erg, hè? Ja. Oh, daar! Daar! Oh. Pip wil een kusje geven. Zie je dat? Pip wil een kusje. Ze geeft likjes. Pip een kusje? Oh, liefie. Oh, schatje. Dat is lief, hè. Ah. Goedemorgen ook namens... Goedemorgen. Oh, die baard, Daniel. Kind, papa. Ja, ik heb een hele lange baard. Ik heb een baard laten staan. En ja. Ebben afgesproken, ik laat hem staan totdat dat rotvirus weer teruggebreid is in de zee. Eerder spreek ik hem niet af. Echt waar? Ja. Ga je je vader achterna? De papa Bellinga baard challenge. Dat het virus... Oh, kijk eens, wat lief. Oh, wat goed gedaan, Lucilla. Oh, is dat jouw boterham, Luxie? Pa. Wow, nee, niet voor woezel. Nee. Nu voor woezel. Zullen we lekker aan de tafel gaan zitten? Ja. Ja, ontbijt. Dat ziet er lekker uit, joh. Kijk, dat ziet er goed uit, schatje. Heel lief. Havermout met rozijntjes. Dat is nu al gek op een ontbijtje. Smakelijk. Ja, Lucilla gemaakt voor jou, hè? Kleine of grote? Ja. Kleine. Ja, kleine. Goed van jou. Zo. Nou, mama Lucilla, die kijkt even haar vlogje terug. Met Luan en Luxie daar. Luxie! Ja, wij zeggen lekker aan tafel. Papa is ook kind vandaag. Ik ben ook jouw kind. Met een baard. Ja, de kapper is dicht. Papa. Dus ik ga mijn baard niet scheren, maar haar niet knippen. Nou, je krijgt echt een lange baard, pap. Ja. Oh, dat werkt. Nu ga ik met Luxie en Luan naar buiten even lekker frisse neus halen. Dan ga je naar je kinderwagen. Dit is een kussensvinnetjes op de bank. Goed hoor. Moest pop een flesje. Ja, het flesje van de pop. Mama. Ja. Ben jij de mama van de pop? Ja, mij. Dat is van jou, hè. Ik heb pop. Oh, kijk. Oeh, dat
is een lekker flesje. Ja, jouw pop, hè. Pop ook drinken. Alles opruimen. Ja, altijd alles opruimen, hè, Sil. Als je mama bent. Je kinderen die spelen ook met al die dingen. Maken overal rotzooi. Ben je de hele dag maar lekker aan het opruimen. Je bent de hele dag aan het opruimen. Ja. Nee. Ja. Nee. Ben je de hele dag aan het opruimen, hè, Sil? Ja. Wil je niet naar de thuisschool? Nee. Maar vandaag heb je een andere juf. Vandaag heb je niet juf Vera, maar juf Lucilla. Want ook al is ze mama vandaag, ze moet ook een beetje de juf zijn. Want mama die speelt ook voor juf. Zo om op te ruimen. Om op te ruimen. Nou, juf Lucilla, ben je er klaar voor? Ja. Oké, ik mag plaatjes uitzoeken nu. Jij mag plaatjes uitzoeken. Het is vandaag een kort dagje. Vrijdag is normaal gesproken altijd een kort dagje op school voor de kinderen. Dus ja, ik laat ze wel gewoon zo hangen, maar ze mogen even uitzoeken, anders gaan die blaadjes helemaal kapot zitten. Rekenen wil ik rekenen. Wil je rekenen? Ja, zullen we eens beginnen met... In de kring. In de kring. Doe je dat, doe je dat, doe je dat, doe je dat, doe je onder 50 verstaan. Doe je dat, tot die je door zal gaan. Doe je dat, doe je ook gaan we langs samen. Oh, dat is reclame. Wie ik jij, jij wordt je zeker niet gedacht. Wie ik jij, jij wordt helemaal bij. Wie ik jij, jij, je wordt er helemaal bij. Wie ik jij, jij wordt je zeker niet gedacht. Wie ik jij, jij wordt er helemaal bij. Wie ik jij, jij, er is altijd iets waar je goed in bent. Thomas gaf jou veel talent. Laat iedereen maar. Kijk, dit gaat mama ook altijd doen. Nee. Oh, kijk. Oh, die is voor Luan. Nee. Nee, ja, die, ja. Sille. Oh, joh. Oh, wat goed bedacht. Luxie die ook. Oh, chill. Dus even voor Luxie. En dan mag Luan even met deze. Oh. En dan mag Luan even met deze. Oké. Luxie wil twee poppen. Luan heeft het paard. En Lucilla die wist even niet meer wat ze moest doen in deze situatie. Yes, Sil? Hey, maar weet je wat nog het allerleukste daarvan is? Dat het helemaal niet erg is als je als mama zijnde niet altijd weet wat je moet doen. Nou, ja, kom maar. Pokémon-kaarten af. Nee, doet ze dat niet? Wat doet ze dan als je het weg moet doen? Nee, dat doet ze nou juist wel. Oh, doet ze dat wel? Pak hem af en dan doet ze hem in de prullenbak. Nee, echt? Ja, echt. Nee, echt? Of zit je nou... Kijk eens in je neus? Nee, ik wou zeggen, dat doet je Els niet. Nee, weet je wat ze echt doet? Weet je wat ze dan doet? Nou, ja. Nou, dan pakt ze de Pokémon kaarten af. En dan doet ze haar in een boekzak. En keers was ze vergeten om de Pokémon kaart terug te geven. En nu ligt ze bij haar thuis. Oh, echt? Maar oké, Lucilla. Wat ik ga... moet even mijn brilletje opdoen. Lucilla moet even het brilletje opdoen. Kijk, het ziet er al een stuk strenger uit. Ja. Nou, een beetje van je neus. Helemaal daar. Wat gaan we doen, Lucilla? Wat gaan we doen? We gaan nu rekenen. Rekenen, oké. Heel goed, Sil. Alleen de 7 schrijf je zo. Precies andersom. Maar 7-8 kan niet. Nou. Je kunt hem wel andersom. Je kunt wel 7-8 doen, alleen dan krijg je een min. Antwoord. Is nog weer wat lastiger uit te leggen. Maar zullen we gewoon 8-7 doen? Ja. Want die kan Luan wel uitrekenen. Jongen, is... 9. Dat kan ook niet. Als je 8-7 doet, is dat... Hoeveel is dat, Luan? Dat is 1. Dat is 1. Dus het antwoord is 1. Ik wist niet dat het zo lastig was. Nee, nou kom je erachter dat het best wel een dingetje is, hè, mevrouw te zijn. Mam, ja. 9 plus 5 is dat 14. Luan, zit je dat met een rekenmachine uit te rekenen? Ja. Oefie, wat vinden we daarvan? Wat vinden we daarvan? Mag je dat met een rekenmachine uitrekenen? Nee. Ja.
ja, afgepakt. Telefoon afgepakt. Maar ik weet nu wel wat er gebeurd is. En ik mocht van de juf eentje maken. Eén. Dan moet je er nog twee extra maken als straf. Ja, goed zo. 10. En Lux is even kappertje aan het spelen. Lux, schatje. Wat moet je doen? Moet je op de gang? Ja, op de gang. Gaan we een spelletje spelen? Oké. En dan dat en dan dat. En wat? Dat en dat. En een knutselwerkje. En dan dat. Een spelletje en een knutselwerkje. En dan gaan we doen. En dan gaan we doen. Ja, doen. Ja, mama heeft een handje getekend, hè? Einde school. Dus kort dagje vandaag. Oké. Nou, wat gaan we voor spelletje spelen? En wat gaan we voor spelletje spelen? Verstop je door het hele huis? Ja! Yay! Wil je dat spelen? Ja! Oké. En wie moet het tellen? Mama. Nee, maar jij bent toch mama? Jij bent ook mama. Nee, jij bent mama. Jij bent mama. Jij bent mama. Jij bent mama. Hey. Grijs maken! Als je blijft, doe de hele week op de kamer. En dan krijg je avondeten, lunch en ontbijt op je kamer. Geen telefoon! Nee! Nee! Ga jij, Selma, ga jij? Ga boven. Kijk. Waar gaan wij, Lux? Ga je onder de teken, onder de teken? Ga je onder de teken zitten? Achter, onder je onder. Ja, Lucilla's bed. Van de glijbaan? 1, 2. Oh, hoor ik Lucilla daar op bed? Mama! Lucilla daar op bed? Nee. Mama! Nee, Lucilla zit niet hier. Mama! Ja, nou mama? Ja. Mama ook hier vanaf? Oh jee. Ja. Oh jee. Oh, jongens. 2. Ja. Ging net goed, hè? Oh ja, kussen gaat er even aan. Op het 2. Kom, gaan we kijken waar Lucilla zit. Waar zit Lucilla? Waar zit Lucilla? In de wasmand. Zit hier? Ja! Hier is Lucilla. Kijk op de pensela! Wat gaan we maken, Luxie? Gaan we ballonnetjes maken? Kijken. Komt daar lucht uit? Dat is gek. Dat is gek, hè? Moet ik toch even helpen? Nee, ja? Ik heb een gat. Oh. Ja, goed zo. Oké, Luxie gaat hem opblazen. Goed zo, lief. Nee. Hey Luxie, luister eens. Kijk eens even naar mama Lucilla. Mama Lucilla laat zien hoe het moet. Gaat Lucilla doen, Luxie? Wat is dat nou? Hallo. We hebben de ballon opgeblazen. En hier hebben we een plaatje hoe het moet. Dat is best wel even een lastig dingetje. Dus mama gaat even een kopen dagen. Goed, mag jij dat plakken? Nummer 1. Yes. Nummer 2 is 3 van die dingetjes. Omdraaien. 1. Nou, Lucilla, nu mag jij met stickers gaan beplakken. Dat het een echt pointje wordt. Luan die maakt een gele ballon. Mama. Ja. Deze is een pip. Oh ja. Oh. Overnieuw. Lucilla die is een pip aan het maken. Een piphondje. En Luan gaat een giraf maken. Ja. Maar... echt even. Ja, dit lijkt al op een lange nek van een giraf. Nu nog even het lijfje. 1. Oh, 3. 4.
Luxie de ballon. Luxie wil rood. Wil je rood? Ja, Sille heeft hem klaar. Oeh, mooi schatje. We hebben echt een pipje gemaakt hier. Mooi, mooi, ziet er leuk. Is voor Luxie? Ja. Ja? Hondje voor Luxie. Luxie. Ja, met een hele lange staart. Ja, woef woef, hè. Woef woef. Dat is jouw waf, waf, hè. Is die van Luan ook gelukt? Ja. Kijk, dan hebben we die van Luan. De giraf. Ja, mooi. Heel mooi. Nou, hartstikke leuk met z'n werk, jongens. Oh, ja, mama kan niet zo recht vouwen, jongen. Ik doe mijn best, kerel. Ja. Lager kon, of niet? Ja. En ondertussen doen we een beetje nestenvlies. Ik geef hem roeren. Ik ga het een beetje plakken aan. Ja. En als er al een beetje nestenvlies nog bij zit, dan voel je echt dat het even strijd wordt. Ja, en dan gaan we weer. Inmiddels zijn de kinderen heerlijk aan het spelen weer hier in ons voortuintje. En dat is volgens mij Lucilla een half vergeten dat ze ook weer mama zou zijn vandaag. Maar goed, vind ik niet zo erg, want ze zijn nou lekker aan het spelen. Ja, lekker aan het spelen. Ja, ja, het is vandaag een lekker weertje. Echt het voorjaarsweertje. Ja. Spaghetti soep te maken.
Alleen de verse soepgroente was op. Dus Daniel heeft even alleen boodschappen gedaan. En hij heeft die kinderwagen meegenomen. Ik heb een kinderwagentje van de boodschappen. Wauw, nou dankjewel. Boodschappen aan huis. Super, het verse. Dat is even een uitdaging. Kijk, want dit was het enige wat er over was. Ja, en chippies natuurlijk, hè, want het is weekend. En vanavond kijken we de Voice, dus dan eten we wat lekkere chippies. Oeh, en de honingkoekjes, zoals ik zie. En wat lekkere nebbetjes. Zo. 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 Die was lang. En dan, wat had ik net gedaan? Jou laten schokken. Ja, mij laten schrikken, jongen. Ja, hebben we niet gefilmd. Want ik had het echt niet in de gaten, maar hij liet mij schrikken, ja. Want die kan ik in de... Snoep. En snoeptomaatjes. Die gaan... Oh, nou! Leuk! Ja, dat deed... Dat deed jij net alsof... Dat deed jij net alsof... Dat deed hij net alsof... Nee, nou weet ik het, schatje. Nou trap ik er... Kom eens zien. Nou trap ik er niet meer in. Deze, hè. Ik had deze meegenomen. Voor een keer de kinderen te laten schrikken. Maar ze pakken me iedere keer terug. Want ik heb jullie nog helemaal niet laten schrikken met dat ding. Jullie laten mij iedere keer schrikken. En jij doet het ook heel onverwacht. En dan heb ik het niet in de gaten. Ja, dat doet... Wow, ik deed net zo op je boek. Ja. Nee, ik zat even goed. Ik zat ineens... Ik zat gewoon helemaal in mezelf, dat ken je wel, op de bank, even met mijn telefoon. Ja, ik zat even lekker te chillen met mijn telefoon. Legde hij opeens dat ding op mijn schoot. Ik had het echt niet in de gaten. En toen schrok ik heel erg. Nou, wij zijn inmiddels weer de hele tijd verder, zoals jullie merken. En toen zei ik, mama, wat ligt er op je been? Nou, we gaan de video afsluiten, jongens. Want volgens mij is het weer een lekkere lange vlog geworden. Vond je dit weer een leuke vlog? Doe even, hè? Dankjewel. Vergeet niet te abonneren, klik op het belletje. En we zien jullie morgen weer in een nieuwe video. Doei! Voeg je hart, boem, boem, mee. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem, boem, mee. Geniet je echt het meest. Samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boom, 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 mee. Dans mee en blijf in staan.